Goedemorgen, je kijkt naar de weerswachting van Weerplaza.nl. Het is zondag vandaag, van zonsopkomst tot zonsondergang schijnt de zon volop. Maar dat betekent niet dat het vanochtend dan warm is. Temperaturen liggen vroeg in de ochtend zelfs rond of onder het vriespunt. Bij maatgrootste wind ligt de gevoelstemperatuur tussen min 3 en min 9 graden. Goed, aan het einde van de ochtend is het dan ruim boven het vriespunt en vanmiddag wordt het dan 5 graden in het noorden en zo rond de 10, 11 graden in het zuiden van het land. Volop zonneschijn dus, maar wel een matige oostenwind die maakt het voor het gevoel net wat frisser. Vanavond gaat de temperatuur weer snel naar beneden. In de nacht kan het dan lokaal weer gaan vriezen, met name in het noorden en oosten van het land. Morgen opnieuw veel zonneschijn, maar ook een paar wolken. De meeste wolken trekken over het zuidwesten. En in de namiddag en avond kan daar misschien ook een bui vallen. Maar wel zeer zacht. 9 graden in het noorden, 15 graden op het Vrijthof, Daar kun je gewoon een terrasje pakken. Dat lukt vanaf donderdag niet meer. Tenminste, niet op een droge manier. Want vanaf donderdag krijgen we te maken met veel wolkenvelden. En af en toe gaat het ook regenen. Temperaturen blijven zacht voor de tijd van het jaar. Maar de 15 graden, die zijn we wel weer kwijt. Het is meestal 9 graden. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.